Toen ik deze bus kocht, toen waren de dakramen nogal aan vervanging toe. Ze zaten er al 15 jaar in en in de tussentijd was het houten framewerk was eigenlijk, had zijn beste tijd gehad. Dus ik heb nieuwe dakramen laten plaatsen. Het was een behoorlijke investering, maar het resultaat mag er zijn. En dat ga ik jullie even laten zien. Kijk, boven het bed zit een dakraam. En dat was eerst gewoon een donker dakraam en dat maakte de bus ook best donker. Daar heb ik nu een Dometic dakraam in laten zetten. Met een mooie transparante ruit dus. En dat kan natuurlijk ook open. Kijk, dat gaat zo. Zo kan die op de kierstand. Een klein beetje ventilatie. Zo kan die een stuk verder open. En eigenlijk het allerleukste vind ik nog wel dit. Hij kan zo ver open dat ik gewoon mijn hoofd naar buiten kan steken en zo rond kan kijken. Dat vind ik toch wel heel gaaf. Nou, en dat is nog niet alles. Want hier zit een schuifje. Zo kun je een hoorde voordoen dat er geen insecten naar binnen kunnen. Maar dat is nog niet alles. Want ook hier zit een schuifje. En daarmee kun je de boel verduisteren. Wat wel heel fijn is als je uit wil slapen natuurlijk. Want ja, het is toch pal boven het bed. Nou, voorin, boven de keuken, zit ook een dakraam. En daar heb ik een super deluxe Max fan laten installeren. Dat is niet alleen maar een dakraam, maar dat is, zoals je kunt zien, ook een ventilator. En er zit een afstandsbediening bij. En als je daarop drukt, gaat de ventilator aan en gaat het dakraam open. Nou, op die afstandsbediening kun je ervoor kiezen om de snelheid van de ventilator in te stellen. Op 10% draait hij gewoon heel zachtjes, hoor je hem haast niet. Maar moet je maar luisteren als ik hem op 100% zet. Ja, dan blaast hij heel hard en dan maakt hij ook best wel wat geluid. Je kunt er ook voor kiezen om de richting te veranderen. Dus nu staat de air out, dus nu zuigt hij eigenlijk af. Dus dit is een soort afzuigkap. En als ik hem zo zet, dan draait hij de richting van die ventilator om, waardoor die lucht naar binnen blaast. Nou, vervolgens kun je natuurlijk ook de ventilator uitzetten. Of het dakraam open en dicht doen. Zo. En wat zo speciaal is aan de Max fan, is dat hij ook als het regent, kun je hem gewoon open laten staan, omdat hij ventileert aan de onderkant. Nou, ik heb er dus zowel achter als voor heel bewust voor gekozen om transparante dakramen te doen. Omdat de geblindeerde ramen die maken de bus toch net iets donkerder. En op deze manier komt er toch nog wat meer licht de bus binnen. Nou, net als het raam achter heeft ook de Max fan een rolgordijntje die je zo dichtklikt. Waardoor het wat verduisterd is. En ook de Max fan is voorzien van een horrengaas, waardoor er geen insecten naar binnen kunnen. En het horrengaas kun je ook eenvoudig verwijderen, mocht die schoongemaakt moeten worden. En mocht er trouwens een keer stroomuitval zijn, dan kun je met deze hendel kun je hem alsnog open en dicht doen. En zonder de afstandsbediening kun je hem met deze knopjes ook bedienen. Nou, heb je vragen over de dakluiken na het zien van deze video? Stel ze dan even onder de video, dan probeer ik ze te beantwoorden. Vergeet niet even te liken deze video en abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.